grote eer en een heel erg groot genoegen dat ik jou namens Zijne Majesteit de Koning mag benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En daar horen hele mooie versierselen bij. Die zitten in deze doos en die ga ik jou met heel veel plezier opspelen. Vader, gefeliciteerd. Mirjam, vader, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Deze zag je niet aankomen, hè? Ja, deze zag ik zeker niet aankomen, nee. Een koninklijke onderscheiding. En een oorkonde, 25 jaar in dienst bij de brandweer. Ja, hoe was dat de afgelopen 25 jaar? Ja, was leuk. Afwisselen, maar was hartstikke leuk. Ja. Nou, je hebt heel veel meegemaakt. Ja, inderdaad. Ja. Als je daar nadenkt, als je terugdenkt 25 jaar, je hebt best wel wat meegemaakt. Ja. Ja. En dan vandaag, dat afscheid. Ja, dat afscheid, heel verrassend. Ja. Ja. Maar wat dacht je toen ze met de brandweerauto bij je thuis kwamen? Nou, ik denk als ze hem uitdrukken wel dat ze erbij langs gaan, want dan komen ze wel eens vaker en dan de hond gaat een keer. Ik denk, nee, maar ze komen pad op. Ik denk, oh, eens even. Dus ik moest mee. Ik zei, ja, maar ik ga zo niet mee. Ik zeg, ik heb een korte broek nog aan. Een oude plunje nog aan. Dan mocht ik mijn home kleden. Dat mocht nog. En dan als klap op de vuurpijl, ook nog een andere auto. Vertel eens daarvan. Zoals je kunt zien is het brandweer rood. Maar ja, ze hebben volgens mij met vet afgesproken, als ik stop bij de brandweer, moet die helaas ingeleverd worden. Maar ja, hoe dan verder als je geen auto hebt? Maar ja, daar hebben we wat op gevonden. Dus, kom maar voorrijden! Ja. Mirjam, ja. Namens Fred en Tim wil ik jou bij deze dit overhandigen. Mirjam, van harte gefeliciteerd. En ja, mag ik jou bedanken voor jouw geweldige inzet? Ja, dat zeker weten mag, ja. En een hele goede tijd nog. Ja, dat zal wel lukken, denk ik. Ja, dank je. En een fijne avond.